En de vlammen lekten eruit en we waren eigenlijk nog net op tijd om het met handdoeken buiten te gooien. Iets anders dan. Een omgekeerde bloempot boven een paar vaccinelichtjes. Het lijkt momenteel een populaire manier om huizen te verwarmen. Meerdere tuincentra in Gelderland melden dat ze veel meer bloempotten verkopen dan normaal. Maar zo'n alternatieve verwarming blijkt niet zonder gevaar. Ja, nee, hij is goed verbrand en we hebben hem meteen buiten gegooid. Maar hij is ook van de hitte geknapt ook zelfs. Om zo min mogelijk gas te verbruiken, zocht Nathalie naar andere methodes om haar huis te verwarmen. Net als veel anderen besloot ze een terracotta pot boven wat vaccinelichtjes te gebruiken. Normaal had ik er 4 kaarsjes in en het was nu wat kouder, dus ik had er nu 6 kaarsjes in gedaan. En dat gaf inderdaad een heel aangename warmte, maar op een gegeven moment waren we even naar de keuken, kwamen we weer binnen en stond dat hele ding in de hens. En de vlammen lekten eruit en we waren eigenlijk nog net op tijd om het met handdoeken buiten te gooien en erger te voorkomen. Het was niet de eerste keer dat Nathalie deze methode gebruikte. Maar na deze bijna brand wil ze andere mensen waarschuwen voor de gevaren. Het is net als dat je er bij een kaars ook niet echt van uitgaat dat die omvalt. Maar op het moment dat dat wel zo is, ja, dan ben je daarna denk ik ook voorzichtiger met het aansteken van kaarsen. Zelf zal ze deze methode in elk geval niet meer gebruiken. Ik denk dat ik nu toch wel liever andere manieren zoek. Warme sloffen en een warmtekussentje op elektra in mijn rug. Dat ik denk dat we op zich het ook wel doet.